Vandaag gaan we het hebben over het plannen en het periodiseren. Na twee iets technischere onderwerpen, wouden we vandaag toch ook op een belangrijk item in de werking met competitiespelers. Er komen een aantal aspecten aan bod. Ik heb me ook laten ondersteunen door experts op verschillende vakgebieden, omdat we binnen plannen en periodiseren toch een bepaald fysiek aspect gaan hebben, als ook een mentaal aspect. Plannen en periodiseren kunnen we eigenlijk niet loskoppelen van doelen. Als we praten over doelen, is het heel belangrijk om te weten van oké, waar willen we met onze competitiespeler naartoe. Als competitiespeler denk ik dat we allemaal een bepaalde doelstelling hebben om zo ver mogelijk te geraken. Ik denk dat dat dus inderdaad ook de bedoeling is om te kijken op lange termijn. Maar lange termijn denken is belangrijk, maar we zullen toch tussendoor een aantal checkpoints moeten gaan invoegen om eigenlijk te kijken van oké, hebben we onze doelen bereikt? Ja, al dan niet bereikt, moeten we doelen eventueel gaan bijsturen. Maar toch is denk ik heel belangrijk om dat wel te blijven zien, dat lange termijn denken, ook al werken we met tussentijdse doelen, omdat we toch heel vaak wel merken dat dat bij de ouders en trainers en dus ook kinderen, dat dat vaak vergeten wordt, dat het eigenlijk over een proces gaat op echt wel lange termijn. Wetende dat het instroom top 100, om een voorbeeld te geven, dat is zeker niet voor iedereen de doelstelling, maar als we kijken naar de instroom top 100, is de dag van vandaag gemiddeld tussen de 4 en 25 jaar. Ja, en bij de mannen is het zelfs al een beetje aan het verschuiven. Dus denk ik dat we er niet naast kunnen om het te zien als een lange termijn proces. Ik praat net over het proces, dus ik denk ook dat we het heel procesmatig moeten gaan aanpakken. In het opstellen van dus eigenlijk korte, middellange en lange termijn doelen is het heel belangrijk dat de coach samen met de speler, of in eerste instantie bij jonge spelers, zal dat voornamelijk de coach zijn, prioriteiten gaat stellen die gebaseerd zijn van hetgeen dat hij eigenlijk ziet. Heel vaak is dat, we hebben dat in september, de Coach Plus, is dat vanuit de profilering. En vanuit die profilering gaan we eigenlijk lange termijn doelstellingen opmaken. Bepaalde werkpunten zullen we in eerste instantie niet opnemen, omdat we overtuigd zijn van het feit dat het beter is van een aantal doelen echt heel goed aan te pakken. Zeker bij jonge spelers die nog heel vatbaar zijn voor bepaalde dingen aan te leren. Maar langs de andere kant ook, ja, kan dat soms ook een valkuil zijn van veel verschillende dingen te vragen. Het is belangrijk dat er prioriteiten worden gesteld. Goed, om tot einddoelen te komen, dus het lange termijn denken, is het heel belangrijk dat we bepaalde tussendoelen gaan opstellen. In die tussendoelen kunnen we verschillende aspecten en moeten we verschillende aspecten apart gaan aanpakken. Maar als we eigenlijk die tussendoelen wat gaan bekijken, hebben we daar enerzijds hebben we de persoon waar dat we rekening mee moeten houden. Dat gaat dan eigenlijk meer over het mentale van de speler. Dan hebben we eigenlijk de atleet die we met bepaalde doelstellingen beter zullen moeten gaan maken. Dat wil dan eigenlijk meer zeggen, oké, de fysieke aspecten die erbij komen te zien om onze doelen te halen. En dan hebben we eigenlijk het tennisspelen op zich. Hè, dus daar zie je duidelijk staan de tennisspeler. Dus dat gaat eigenlijk over ja, het spelen van het spelletje en meer het technisch en het tactische aspect ervan. Ik wil dat heel graag toelichten met een bepaald voorbeeld, ja, van een doelstelling die vrij realistisch is. Die eigenlijk een klein beetje dieper ingaat op de drie aspecten. We willen bijvoorbeeld bij de speler op het einde van de zomer willen we zijn running forehand, de slag waar hij misschien de meeste fouten op maakt, ja, die willen we vaster en consistenter gaan maken. Oké, dat is een vaststelling, dat is een doel. Ja, hoe gaan we daar nu aan werken? En dan komen we eigenlijk een klein beetje tot onze tussendoelen. Ja, dan heb je daar eigenlijk heel duidelijk drie aspecten nodig die je eigenlijk als tussendoel kan gaan vooropstellen om te gaan verbeteren. Enerzijds heb je daar het mentale aspect, dus het aspect als persoon. Ja, de speler moet bereid zijn, moet de discipline hebben, moet de mentale paraatheid hebben om die bal nog te willen inspelen. Ja, in plaats van voor een alles of niks shot te gaan of om
zich daar zomaar over te geven, om daar een andere keuze te gaan maken. Dus hij moet bereid zijn om te willen gaan voor die bal. Dan heb je als tweede aspect heb je eigenlijk het atletische van die speler. Ja, is hij snel genoeg om die bal nog consistent en met kwaliteit terug te spelen? Staat hij in steun? Ja, je komt bij het aspect, hij moet gaan leren herplaatsen. Dus je hebt een aantal fysieke aspecten die belangrijk zijn om het einddoel te gaan bereiken. Als slot heb je nog een technisch accentje, wat heel belangrijk is. Ja, is de speler naast mentaal en fysiek, is hij technisch genoeg ontwikkeld om het doel dat je vraagt, om daar eigenlijk effectiever te zijn in nadeelsituatie, is hij daar in voorhand technisch genoeg voor gevormd. Dus dit is een voorbeeld van eigenlijk een einddoel dat je gaat opsplitsen in bepaalde tussendoelen, waar dat je dan eigenlijk bepaalde tijd voor gaat nemen om daarin te slagen. Dan gaan we verder met een aantal heel belangrijke principes van het opstellen van doelen. Dit is voor sommigen zal dit niet nieuw zijn, maar toch wel echt heel belangrijk bij het opstellen van doelen. Dus je hebt eigenlijk het SMART-principe, zoals we het zeggen. De S staat voor specifiek. Dus het is heel belangrijk dat de speler, zeker bij jonge spelers, een duidelijk doel krijgt. Dan heb je de M, die staat voor meetbaar. Heel belangrijk is ook om een doel, om uiteindelijk te gaan evalueren, om dat meetbaar te maken. Bijvoorbeeld bij service kan zijn, zoveel procent eerste service zouden we willen hebben dat je probeert in te spelen. Dan acceptabel, de A staat voor acceptabel. Wil zeggen dat zowel de speler als de coach overtuigd moeten zijn dat dat een doel is dat belangrijk is. Voor jonge spelers weer is dat allemaal wat gemakkelijker, hè, want die gaan nog helemaal mee in wat de coach of de trainer op jonge leeftijd zegt. Maar van het moment dat ze een beetje ouder zijn en je gaat doelstellingen, is dat toch vaak wel wat in overleg dat moet gebeuren. Dus je moet samen eigenlijk die doelen weten waarom dat je die doelen zet. Dan moet het realistisch zijn. Realistisch wil eigenlijk zeggen, is het doel dat je met je speler afspreekt, is dat haalbaar? Ja, dat we dan bijvoorbeeld eens een keer toch naar resultaatdoelen gaan. Ja, is het niet mogelijk om een speler die in het begin van het jaar ITF 1000 staat, om te zeggen van oké, uw doel moet op het einde van het jaar het behalen ITF Grand Slams, is een onhaalbaar doel. Dus ik denk ook dat dat hetgeen is dat we moeten vermijden. En het laatste, eigenlijk de T, is dat het doel tijdsgebonden moet zijn. Ik denk dat we heel duidelijk moeten afspreken van oké, dit doel stellen we voorop. We pakken daar die tijd voor om te proberen te slagen in het doel. We hebben het SMART-principe, dus we hebben de doelen. Ik betrap mezelf daar soms ook nog op, dat het enorm belangrijk is dat je met die doelen die je opstelt uiteindelijk wel verder gaan. Ja, wat wil dat zeggen? Dat is dat je eigenlijk je doelen wel moet evalueren. Oké, ik heb zo net het SMART-principe uitgelegd. Jullie kunnen daar nu kijken hoe wij het hier op het Topsportcentrum aanpakken. Dus we hebben bepaalde doelstellingen dat we links zien. Ja, je ziet daar ook weer heel duidelijk wedstrijdgerelateerde doelstellingen, tactische, technische. We gaan daar verder met een aantal conditionele doelstellingen. We hebben daar eigenlijk een aantal opmerkingen dat we daaraan toevoegen, hè, omdat die doelstelling vaak iets algemener is. Dus we gaan daar een opmerking bij zetten. En dan is het heel belangrijk om die evaluatie te gaan doen van die doelen. Ja, wij hebben nu daar bij die doelen, bij die evaluatie, hebben we het doel behaald? Ja, dan nee. Nu is het soms wel heel belangrijk om daar een bepaalde nuance in te hebben, want een doel kan ook voor 80% gehaald zijn. Je kan bijvoorbeeld zeggen van oké, we willen, zoals we daar straks zeggen, de voorhand vaster en efficiënter maken in een nadeelsituatie. Ja, het kan zijn dat hem daar voor een groot stuk al in geslaagd is, maar dat toch nog wel een doel is dat moet blijven. Dus ik denk dat het heel belangrijk is bij het bijsturen van doelen en evalueren, dat we soms bepaalde doelen een klein beetje anders moeten gaan verwoorden, eventueel behouden, maar dat toch wel de speler het gevoel moet hebben dat iets verbeterd is, dat ook wel moet duidelijk worden voor hem. Goed, we hebben nu de doelen redelijk uitgebreid besproken.
denk dat doelen een heel belangrijk deel is van plannen en periodiseren. Nu gaan we een klein beetje dieper in op het plannen op zich. Dus vanuit doelen kunnen we eigenlijk wat verder gaan op die tussendoelen en gaan we uiteindelijk naar onze jaarplanning. De jaarplanning is toch een klein beetje de leidraad doorheen het seizoen. In die leidraad gaan we heel vaak toch een klein beetje terugvallen op de wedstrijdperiodes. Ja, ik ga heel even terug naar de eerste slide waar we zeggen van oké, we willen gaan evalueren op bepaalde checkpoints, op bepaalde momenten of dat we onze doelen bereikt hebben. Dus ik denk dat we daar wel de wedstrijdperiodes ideaal voor kunnen gebruiken. Dus de wedstrijdperiodes gebruiken als zijnde checkpoints. Van oké, hebben we onze doelen bereikt? Heel belangrijk hier wel, zeker bij jonge spelers, vind ik wel dat we moeten het verschil maken tussen resultaatdoelen, ja, en uiteindelijk onze tennisdoelen. Heel vaak wordt er gekeken van oké, we hebben misschien wat minder resultaten. Ja, we hebben onze doelen dus niet behaald, terwijl dat eigenlijk ja, wel kan zijn dat we eigenlijk onze doelen wel hebben behaald. Dus ik denk dat we daar soms moeten bekijken van oké, resultaatdoelen is één zaak, maar dan moet het gevolg zijn van eigenlijk een goede doelstelling en doelzetting van eigenlijk technisch, tactisch, mentale werkpuntjes. In jaarplanning en periodisering is supercompensatie eigenlijk een heel, heel belangrijk en essentieel onderdeel. Wat wil supercompensatie eigenlijk zeggen? Dat is een beetje een theoretische benadering, maar belangrijk is dat eigenlijk supercompensatie een positief en bewust verstoren is van het evenwicht van het lichaam. Dus de homeostase, de balans van het lichaam, met als doel het lichaam te laten aanpassen aan de stressors van de fysieke en de specifieke belasting. En op die manier te streven naar een hoger doel als je dat juist in tijd gaat plannen. Dat is eigenlijk de essentie van supercompensatie. Nu, supercompensatie, het fenomeen op zich is eigenlijk, je hebt een trainingseenheid, een prikkel, waarbij dat je uiteindelijk vermoeidheid opbouwt, het lichaam een beetje schade toebrengt, positief weliswaar, dus op een verantwoorde en bewuste manier. Van die fase van verlies van energie komt er een fase van terugopbouw van energie en spiercellen en vezels. En altijd een klein beetje meer dan uiteindelijk het lichaam in de eerste instantie was. De verstoring van de homeostase leidt dus tot eigenlijk een klein beetje een hoger niveau. Dat is eigenlijk supercompensatie. Om dan op het juiste moment te kiezen voor de volgende training. En dat is dan periodisering, waarbij dat je eigenlijk streeft naar steeds een stijgend niveau van fysieke paraatheid of van technische paraatheid of motorische of mentale. Dat is eigenlijk op alle vlakken dat dat kan toegepast worden. Meer specifiek, supercompensatie is natuurlijk niet een gegeven dat je zegt ik train, 12 uur later ben ik vermoeid, 24 uur later kan ik opnieuw beginnen. Het is afhankelijk van de prikkel die je geeft, hoe lang dat de supercompensatie gaat zijn. Heel kort uitgelegd, een uithoudingstraining zal een veel kortere supercompensatie hebben van 12 tot 24 uur. Vergeleken met bijvoorbeeld een intensieve anaerobe training of een maximale krachttraining of een plyometrische training. Het is zeer belangrijk dat daar rekening mee gehouden wordt om te beslissen wanneer dat de volgende prikkel eigenlijk wordt gegeven. Nu, in tennis geven wij meerdere prikkels per dag, meerdere dagen na elkaar. Dus de timing van die prikkels, of het bewustzijn van wat het effect is van een bepaalde prikkel, is zeer belangrijk in het plannen van je trainingen, zowel of dat conditie is, fysieke trainingen, als tennistraining. Natuurlijk, prikkel, daar hebben we het over, die bepaalt eigenlijk je supercompensatie, zoals ik net zei. Een prikkel die te laag is, gaat eigenlijk een relatief klein of geen effect geven. Een prikkel die ideaal is, is het blauwe hier, is optimaal. De rode prikkel is overdone, dus dat is eigenlijk te veel. En dan gaat het veel langer duren of zelfs geen supercompensatie geven, eerder overbelasting of non-functional overreaching, zoals dat zo mooi heet. Uiteindelijk, als je supercompensatie juist toepast, dan ga je zien dat je op het moment dat je net boven de lijn komt, de juiste prikkel geeft, een stijgende lijn creëert, zoals in de tweede grafiek hier. Wanneer je de prikkel te vroeg geeft of te laat, krijg je eerder een dalend effect. Wat in tennis of in andere sport ook wel gebeurt, is dat er meerdere prikkels naar elkaar komen, waarbij dat je een delayed effect hebt. En dan krijg je eigenlijk een supercompensatie waarbij dat die later optreedt, de adaptatie. Maar de bedoeling is dat het wordt gestreefd naar een positieve stijgende lijn in de
supercompensatie en evolutie. Dan zit je goed. Ga je naar een dalende lijn, dan ga je atleet natuurlijk overbelast raken en dan is het risico op blessures en andere demotivatie een groot probleem. Wel, eens dat de periodisering eigenlijk is gemaakt, het jaarplan is opgemaakt en je begint bepaalde blokken uit te werken, kan het ook nuttig zijn om binnen een blok rekening te houden eigenlijk met het mentaal aspect. En een van de voorbeelden die je zou kunnen gebruiken is bij het uitwerken van een voorbereidingsblok, waarbij dat je zegt van oké, dit voorbeeld een 6 weken voorbereidingsperiode, die je eigenlijk wel in 3 gaat onderverdelen, zodat je een begin, een midden en een einde hebt. Waarbij dat sowieso nuttig is om in het aanvang van een voorbereidingsperiode vooral aandacht te gaan geven aan de grootste werkpunten van de tennisspeler in kwestie. Je gaat de grootste werkpunten aan bod laten komen. Dat gaat doorgaans wat meer technisch van aard zijn, waardoor je een interne aandacht gaat gaan stimuleren bij je sporter. En die interne aandacht, ja, daar is van daarvan is geweten dat het eigenlijk wedstrijd ondersteunend iets minder wenselijk is. Dus dat dat een iets minder wenselijke vorm van aandacht is om in de wedstrijd eigenlijk te gaan hanteren. Dus daarnaast is het ook zaak van in het begin van die voorbereidingsperiode goede doelstellingen te gaan communiceren, zodat ze niet alleen duidelijk zijn voor jezelf, maar ook voor de speler natuurlijk. Dan naarmate dat die voorbereidingsperiode vordert, kom je in het midden, waar de focus best ook kan shiften naar van de grotere werkpunten naar de iets kleinere werkpunten. En ook in, qua aandacht die je vraagt bij de speler, al een iets grotere verschuiving ziet naar de meer tactische aandachtspunten. Dus je gaat in grotere mate overschakelen met een iets externere aandachtstijl, waarvan dat geweten is dat het eigenlijk wedstrijd ondersteunend is. Belangrijk in dat middenste deel is ook de doelstellingen die gecommuniceerd zijn in dat eerste deel, om die te gaan opvolgen. Om te gaan kijken van oké, maar waar staan we hier nu na 2, 3, 4 weken trainingsarbeid? Om dan natuurlijk 1, de opvolging, wanneer dat positief is en dat kan benoemd worden, het zelfvertrouwen van spelers al voor een stuk gaan versterken. En anderzijds ook natuurlijk, omdat wanneer dat er geen evolutie is, dat dat een moment is dat je toelaat om eigenlijk nog bij te sturen en alsnog die evolutie op gang te brengen in het tweede deel van de voorbereidingsperiode. Dan een derde deel, meer naar het einde van de voorbereidingsperiode toe en we komen richting de competitieperiode. Dan is het eigenlijk echt zaak om de sterktes van spelers aan bod te laten komen in de wedstrijdsituaties, in de trainingssituaties. Dan gaat echt de nadruk gaan leggen op sterktes, zodat sporters eigenlijk hun vertrouwen kunnen beginnen opbouwen. Je zou dat kunnen ondersteunen door sporters te laten een succeslogboek bij te houden of een succesbevraging te doen na training. En dat is even stilstaan bij oké, maar wat liep er nu echt goed vandaag? Wat heb je gedaan om ervoor te zorgen dat goed ging? En dus eigenlijk de sterktes, de positieve aspecten uit de training echt te gaan beklemtonen. Puur om het zelfvertrouwen eigenlijk naar boven te krijgen. En een tweede voordeel van te werken op sterktes op het einde van een voorbereidingsperiode is dat eigenlijk toch wel wedstrijden heel vaak gewonnen worden met het uitbuiten van sterkte. Stel dat je een speler hebt, om het simpel te houden, met een vrij dominante voorhand, met een iets zwakkere backhand, als die een wedstrijd ingaat met het idee van ik ga proberen zo weinig mogelijk fouten te gaan maken met backhand, is die al vermijdingsgericht en gaan vaak de ballen die op zijn voorhand gaan, ook iets minder gaan. Wanneer die dezelfde speler de wedstrijd in zal gaan, ik ga zo dominant mogelijk proberen zijn met mijn voorhand en daar zoveel mogelijk gebruik proberen van te maken, zoveel mogelijk eigenlijk dat te gaan uitbuiten, wel eigenlijk bijna automatisch gaat dat werkpunt, in dit voorbeeld dan in een backhand, eigenlijk meegetrokken worden en ga je eigenlijk ook daar winst hebben, puur door het slim aanpakken van die voorbereidingsperiode. Een tweede iets dat nuttig is in het eindfase van een voorbereidingsperiode, is natuurlijk om wedstrijden te gaan simuleren of oefenwedstrijden te gaan spelen. Op die manier kan je eigenlijk wat je getraind hebt in de aanvang en in het middenste gedeelte, kan je die transfer naar echte wedstrijdsituaties toch wel wat gaan bevorderen. Wat dat betreft, daar kunnen we nog even wat dieper op ingaan, op die oefenwedstrijden, op die wedstrijdsituaties en simulaties en het nut of het onnut ervan. Want je hoort wel vaak hier een trainer zeggen van oké, maar trainen op omgaan met competitieomstandigheden, dat is misschien moeilijk, zo niet onmogelijk, want de stress van zeker van belangrijke wedstrijden, die is te hoog en te specifiek om eigenlijk na te gaan bootsen op training. En voor een stukje klopt dat, maar tegelijkertijd toont zowel wetenschappelijk onderzoek als de voorbije coronacrisis toch wel het belang van die oefenwedstrijden en simulatietrainingen aan. En als we kijken naar gewoon de professionele tour,
in de coronaperiode, waarin er geen toernooien waren, wel de exhibitie-evenementen en exhibitie-matchen, ja, die kwamen eigenlijk als paddenstoelen uit de grond. Sommige werden zelfs georganiseerd door profspelers. Dat toont alleen maar aan dat zij zelf ook de nood voelen van oké, maar we moeten dat competitieritme hier wel op gang houden. En we willen toch wel wat competitie in voorbereiding van de heropstart van de professionele tour. En wat betreft meer de wetenschappelijke onderbouwing voor dergelijke oefenwedstrijden en simulatietraining, waar kom je eigenlijk bij wetenschappelijk onderzoek uit? Dat gebeurt dus bij professionele basketbalteams. En wat hier even kort wordt toegelicht. Dus wat er gebeurd is, er zijn twee groepen. Teams zijn onderverdeeld in twee groepen. Sommige teams trainden met wedstrijddruk, waarbij dat druk gesimuleerd werd. En andere teams deden dat niet. Concreet werd er 5 weken lang op het einde van elke training een aantal vrijworpen geoefend. En hiervan zie je dan eigenlijk de resultaten. In eerste instantie was er een groep die eigenlijk ja, zonder druk de trainingen deed en zonder druk ook de evaluatie van de vrijworp. En dan zie je hier eigenlijk dat er heel weinig verschil was in het verloop over die 5 weken periode tussen de groep die simulatietraining deed en de groep die geen simulatietraining deed. Kijken we naar hetzelfde voor de vrijworpen onder druk, dan zien we een ander patroon. De groep die geen simulatie kreeg, geen simulatietraining deed, en dus gewoon de vrijworpen oefende zonder dat er druk op de ketel stond, zonder dat er wedstrijddruk werd gesimuleerd, wel, die hadden een lichte prestatiedaling ten opzichte van het eerste testmoment en het tweede testmoment 5 weken na de training, na 5 weken getraind te hebben. De groep die simuleerde, waarbij de druk gesimuleerd werd, dus die effectief trainde onder wedstrijdomstandigheden, onder druk, wel, dat is de blauwe lijn. Daar zie je dat die in het begin ongeveer even goed presteerde als de groep die niet oefende onder druk. Maar na 5 weken training, ja, dan verbeteren die hun prestatie en was die prestatie significant, dus betekenisvol beter dan de groep die niet onder wedstrijddruk had getraind. Nu, de vraag is dan, wat zijn een aantal zaken om de wedstrijddruk op te gaan wekken? En dat kan gaan van zeggen van we gaan hier de wedstrijd opnemen en die komt naar de hand op sociale media te staan of we sturen die door naar de hoofdtrainer of naar de federatie om die keer helemaal te laten analyseren om te kijken wat je in je mars hebt. Dat kan zijn door een prijs te koppelen aan een bepaald deel van de wedstrijd of de wedstrijd zelf. In het basketbalonderzoek werd degene die het meest scoort beloond door €20. Dat kan zijn door publiek uit te nodigen op de training. Hè. Je kunt er dan eigenlijk een familiedag van maken waarbij je zegt van kijk, vrienden, familie zijn welkom om te komen kijken naar die oefenwedstrijd. Zal ook wel wat druk gaan verhogen. Je kan werken met keypoints, vandaar de bonus op de slide, waarbij dan een bepaald punt in een game ja, dubbel telt. Of als je bijvoorbeeld op 30 het punt niet maakt, dat je terugvalt naar 15 of naar 0. Waardoor dat er meer druk op dat punt komt te staan. Of je kan werken met een bepaalde opdracht voor degene die de wedstrijd of het game of de tiebreak verliest. Een aantal keer pompen, een kangaroo, daar kan je natuurlijk creatief in zijn. En een manier om dat op te volgen is eigenlijk ook gewoon gaan kijken van oké, geef eens aan op de score van 0 tot 10 hoeveel stress dat je hebt. En je doet dat eens in een gewone training. En je doet dat eens wanneer dat je een dergelijke simulatie doet. En wat zie je dan vaak verschijnen in de gewone trainingen? Zie je dat er heel weinig stress is. Bij de trainingen onder simulatie is er iets meer druk. Dat zit nog altijd maar op een schaal van 2 tot 10. Maar dat is niet onbelangrijk, want wat zie je hier? Training onder milde druk, dus dat is opnieuw de blauwe lijn, dat zorgt ervoor dat prestaties eigenlijk behouden blijven onder hoge druk. Dus het feit dat je maar een deeltje van de druk kunt simuleren, wel, wordt eigenlijk geen probleem. Een deeltje van de druk simuleren is voldoende om de vaardigheden die een transfer vraagt naar situaties van meer druk onder de knie te kunnen krijgen. Een volgend iets dat we zien van die simulatietraining, en dat is interessant bij de impact op de hartslag en de impact op de angst, sporters die onder wedstrijdomstandigheden trainen of waarbij dat er druk in training wordt gesimuleerd, wel, die ervaren om later, onder situaties met eenzelfde druk of meer druk, eigenlijk minder angst dan sporters die niet onder druk trainen. En die hebben in die situaties ook een lagere hartslag. En dat is ook met name toch wel belangrijk. Want je gaat gewoon economischer gaan tennissen en als je naar een drie-setter gaat, ja, heb je mogelijk nog meer energie in de tank in de laatste set. Wat natuurlijk het verschil kan maken tussen winst en verlies. Goed, ik pak hier heel even terug over, omdat we nu verder gaan naar echt de invulling qua volume van het jaarplan. Volume van een kalenderjaar, het volume van het aantal wedstrijden
En we gaan zo dadelijk ook verder naar het volume wat wij adviseren vanuit het topsportcentrum per leeftijd naar een weekplanning toe. Ik ga heel even beginnen met het aantal wedstrijden. Dus je hebt eigenlijk een heel belangrijk motto: train to match, match to train. Je ziet ook in deze weergave zie je eigenlijk heel duidelijk de evolutie in het aantal wedstrijden, het aantal enkelwedstrijden dat bovenaan staat in het blauw gestippelde. Je ziet daar heel duidelijk dat je bij een U8-speler veel lager zit dan dat je eigenlijk bij een U18-speler zit. Op zich is dat denk ik niet abnormaal. Langs de andere kant staat daaronder, kom ik straks nog heel kort op terug, zie je het aantal dubbelwedstrijden dat ook verhoogd wordt. Ja. Dan zie je links zie je het wedstrijdvolume en trainingsvolume. Ja. Je ziet daar een heel grote verschuiving, waarbij dat je eigenlijk ziet dat het verschuift van op jonge leeftijd redelijk wat trainen. Ja. En natuurlijk ook wat wedstrijden spelen, want hetgeen dat je traint moet je ook in wedstrijden gaan leren toepassen. Maar je ziet vooral dat de balans gaat verschuiven. Dus je ziet dat de balans verschuift van heel veel training ten opzichte van genoeg matchen, zie je eigenlijk verschuiven naar U18, nog wel heel veel training, maar eigenlijk nog veel meer wedstrijden. Dat vertaalt zich eigenlijk in de volgende tabel. Ik wil daar niet te diep op ingaan, omdat jullie dat zelf ook allemaal terug kunnen zien. Nu nogmaals, dit is een advies. Dit komt vanuit eigenlijk heel veel bronnen internationaal bij elkaar. Dus ik ga eigenlijk gewoon een beetje het verschil van heel jong naar heel oud uitleggen. Ja, dus wat ga je zien? Dat een U8-speler, dus de spelers die hier KDT binnenkomen, dat daar eigenlijk een 32 tot 34 trainingsweken zijn. Ja, 12 tot 14 competitieweken. Redelijk wat rustweken. Ja, en die zouden eigenlijk moeten bekomen toch al tot een 30 tot 45 enkelwedstrijden, wat toch al wel veel is. Ik denk dat dat al heel vaak, dat we daar heel vaak met heel veel spelers niet aan komen. En een 10 tot 20 dubbelspelwedstrijden. Ik denk dat is nog een andere materie, maar ik denk dat dat sowieso in Vlaanderen nog minder aan bod en dat daar in trainingen misschien nog meer tijd in geïnvesteerd kan worden. Maar dat is eigenlijk een klein beetje hetgeen dat internationaal gezien wordt van wat zou een speler die de stappen richting een goede junior en hoger eigenlijk zou moeten zetten. In U18 ziet het dan eigenlijk een beetje, het ziet er helemaal anders uit. Dus je ziet daar dat je van 32 weken eigenlijk bijna gehalveerd gaat naar 16 tot 18 trainingsweken. Je ziet andersom natuurlijk dat we van 12 tot 14 toernooiweken dat eigenlijk 27 tot 30 toernooiweken worden. Ja, dus dat is meer dan de helft van het jaar dat je op toernooi bent. Je ziet het aantal rustweken zie je verminderen. En je ziet vooral het volume van wedstrijden verhogen. Ja, dus je hebt een 60, 70 enkelwedstrijden in het laatste jaar junior dat eigenlijk gespeeld zou moeten worden. Ja, en een 20 tot 30 dubbelwedstrijden. Goed, van het jaarplanning is het denk ik weer heel belangrijk. Oké, we hebben daar onze weekplanningen in. Ja, we hebben daar natuurlijk de maandplanning ook nog in. Maar eigenlijk kunnen we dat een klein beetje gaan zien in weekjes. We gaan dat weer wat afkappen in kleinere stukjes. Dus de periode binnen het jaarplan vertaalt zich rechtstreeks in de weekplanning. Hierbij wordt eigenlijk rekening gehouden met volume dat per domein, dus eigenlijk mentaal, tactisch, technisch en conditioneel nodig is om eigenlijk onze doelen te gaan behalen. En je ziet in die weekplanning, zoals wij ze hier gebruiken, nu moet ik wel zeggen dat is voor een junior speler, een speler van 16 jaar. Dus je ziet daar eigenlijk de blauwe blokken zijn tennisuren, ja, de donkerblauwe blokken zijn conditieuren, de groene blokken is school. Ja, en dan hebben we daar nog daar staat een bruin blok tussen. Dat kan eens een keer een mentale sessie zijn. Dus zo is eigenlijk onze weekplanning in functie van eigenlijk de behaalde doelen opgesteld. In de weekplanning gaan we dan natuurlijk ook weer naar een bepaald volume. We hebben dat net gedaan met het aantal wedstrijden. Ja, maar in de weekplanning is het ook heel belangrijk om
een bepaald volume te gaan respecteren. Hier is het weer visueel weergegeven, maar ik ga één slide verder, waarbij dat het ook weer een klein beetje meer in detail komt van oké, wat adviseren wij van het aantal uren. Wat zien we daar ook weer bij de U8 spelers? Zien we dat we daar zouden moeten gaan naar een 4 tot 7 tennisuren. Maar heel belangrijk is dat je daar toch al wel ziet dat er een heel wat aantal conditieuren aan toegevoegd worden. Langs de andere kant zie je daar heel duidelijk dat daar geen verschuiving is, maar dat het eigenlijk naar het U18 verhaal, dat daar eigenlijk een verhoging is. Ja, het lichaam wordt ook sterker, je gaat ook meer aspecten moeten trainen. Ja, het is ook een sport dat heel veel herhalingen nodig heeft, dus je hebt ook een bepaald volume nodig. Dus je ziet dat je eigenlijk daar naar U18 en ouder, dat je naar een 15 tot 20 uren evolueert. Ja, een 6 tot 10-tal uren conditie. Ja, dus je zit daar eigenlijk op een weekprogramma van 22 tot 27 uur. Nu wil ik daar wel heel duidelijk bij vermelden dat we hier wel praten over spelers die hier binnen het topsportcentrum actief zijn. Of de U8, U9, U10, U11, U12 die hier in het KDT-programma zitten. We weten dat dit met de schoolfaciliteiten die soms in de privé niet mogelijk zijn of dat het daar moeilijk is, dat het ook veel moeilijker is om die uren te halen. Langs de andere kant weten we wel dat het belangrijk is om op termijn natuurlijk dat de ene de helft traint van de andere en ze hebben hetzelfde talent. Ja, op een gegeven moment is volume natuurlijk wel belangrijk. Maar wel heel belangrijk is, wat je hier ziet, is dat het verschil tussen tennis en conditie is er duidelijk. Maar dat toch wel het volume van conditie heel vaak onderschat wordt. Als we tennis bekijken als sport en de indeling van het aantal uur per week wat er wordt getraind in, laten we zeggen, conditie, zowel als tennis, als rust en het aantal dagen per week, dan is tennis eigenlijk een sport waar je op heel jonge leeftijd al heel specifiek technisch getraind moet worden, omdat die techniciteit van de sport zodanig hoog is. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld een sport als wielrennen, waarbij je op 14 à 16-jarige leeftijd pas naar specialisatie gaat, omwille van een veel mindere techniciteit in de sport op zich. Het is van belang dan dat er zeker voor jonge kinderen parallel gewerkt wordt aan motorische en algemene ontwikkeling. Niet zozeer omdat tennis het sport is waar dat het nodig is, maar anderzijds omdat tennis eenzijdig gebruik van het lichaam is, qua bilateraal één arm in plaats van twee enkel een backhand, is dat toch wel noodzakelijk om parallel te ontwikkelen in algemeen belang. En dit kan bijvoorbeeld met conditietraining die specifiek georiënteerd zijn voor ontwikkeling. Maar dat kan juist zo goed met sporten zoals turnen, zwemmen, eventueel balsporten, waarbij dat bewegingsvormen worden gebruikt die het lichaam ontwikkelen. In spelvormen zonder dat er te specifiek moet gewerkt worden op jonge leeftijd. Natuurlijk, naarmate de atleet ouder wordt, gaat het meer specifiek toegespitst worden op de noden van de atleet en natuurlijk op de noden van de sport aan zich. De atleten dienen ontwikkeld te worden op het volledige spectrum van bewegen, dat is essentieel. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat hoe meer dat je als algemeen ontwikkeld bent, hoe meer fysieke mogelijkheden, motorische ontwikkelingsmogelijkheden dat je hebt, des te minder de kans is op langere termijn blessures en overbelastingsletsels. Het lichaam is wat economischer in zijn beweging als het algemeen ontwikkeld is dan dat het heel eenzijdig ontwikkeld is. Ook heel belangrijk zijn de rustdagen. Kinderen, pubers, adolescenten, spelers hebben hun rust effectief nodig. En dan praat ik niet alleen over rust voor de fysieke belasting een beetje te verminderen, maar ook gewoon eens een keer iets anders doen dan tennis. Ja, denk ik dat heel belangrijk is. Dus je ziet daar ook bij die jongere spelers dat we adviseren om 2 rustdagen te hebben. Ja, ik denk niet dat er iets mis is met 2 rustdagen. En ook al doet een andere speler van een andere leeftijd dat niet, denk ik toch dat je dat moet respecteren om dat als ouder wel te blijven doen. Nogmaals, in heel dit schema denk ik dat het wel heel belangrijk is om te gaan kijken van oké, welke speler heb ik voor mij? Want niet elke speler zal op 10 jaar dat volume aankunnen. Dat we dan gaan kijken naar kwantiteit, kwaliteit, is het nog altijd het belangrijkste dat de trainingen met kwaliteit worden afgeleverd. Als een speler maar 5 uur met kwaliteit kan trainen,
omwille van zijn focus of fysiek, ja, heeft het geen zin om 10 uur ja, zonder kwaliteit te gaan trainen. Ja, want dan ben je eigenlijk ook je doelstelling voorbij aan het gaan. Dan als derde en de vierde regel sluit daar een heel klein beetje bij aan, is dat we moeten wedstrijden gaan zoeken op niveau. Ja, en daar heb je eigenlijk een klein beetje de regel van 1/3. Dus 33% van de matchen zou je eigenlijk moeten spelen tegen mindere spelers. 33% van de matchen zouden we moeten spelen een beetje op het eigen niveau. Ja, en 33% van de matchen zouden we moeten spelen tegen spelers die sterker zijn. Nu, we weten natuurlijk dat dat niet 33, 33, 33 gaat zijn. Dat gaat nooit eerlijk verdeeld zijn. Maar we willen hier wel duidelijk meegeven dat het heel belangrijk is om enerzijds matchen te winnen. Het is heel belangrijk voor het mentaal proces en het zelfbeeld en het zelfvertrouwen dat een speler wedstrijden wint. Langs de andere kant is het ook heel belangrijk, ja, dat een speler af en toe wordt geconfronteerd met zijn tekorten. Ja, en dat ga je veel harder merken tegen spelers die sterker zijn. Dus hier willen we een klein beetje gaan linken aan de verschillende circuits. Hè, maar daar gaan we op een latere presentatie nog op terugkomen. Maar dat je eigenlijk deze regel wil respecteren en je hebt een goede nationale speler, dat je toch wel voor uitdaging Tennis Europe zult moeten spelen. Maar langs de andere kant, ja, ook niet alleen Tennis Europe en internationaal. Want die 33% van mindere spelers of zelfs het eigen niveau kan je perfect nationaal nog gaan zoeken. Puntje 4 is eigenlijk daar een beetje de winst-verliesratio dat je daar als gevolg ook van krijgt. Dus dat wordt daar eigenlijk een beetje 3-1. Wij gebruiken ook wel eens de 2-1. Dus wat is eigenlijk van dat aantal volume van matchen? He, dus dat je bij die U8, die 35, 40 matches, tot U18, die 70 tot 80 enkel wedstrijden, zou eigenlijk ideaal zijn dat je een 2 of 3 ja, ten opzichte van 1 winst-verlies ratio probeert te hebben. Als slot wil ik nog een voorbeeld geven van 2 totaal verschillende periodiseringen. Wel belangrijk om te weten. En je ziet daar eigenlijk de 2, het gaat allebei over 20 weken competitie. Dus wat eigenlijk ja, een 15, 16-jarige zou moeten hebben. 20 weken competitie, maar het bovenste is ingevuld zoals het eigenlijk op een nationaal niveau zou ingevuld kunnen worden. Dus zie je eigenlijk dat daar vanaf het gravelseizoen een hele lange blok is van competitie. Zo wordt het heel vaak gedaan. Dat we dan praten over het idee supercompensatie, denk ik dat dat niet altijd ideaal is. Onder het, wat eigenlijk heel vaak nationaal gedaan wordt, is eigenlijk een periodisering van ook 20 weken competitie, waarbij dat eigenlijk ja, de blokken helemaal anders liggen. Dus waar je veel duidelijker ziet voorbereidingsperiodes, wedstrijdperiodes. Ja, dus het is daar veel beter verdeeld. Het is een veel betere periodisering, hè, dat je praat over de fysieke, mentale aspecten. Maar we weten dat dat in de praktijk niet altijd mogelijk is. Bovenop rekening houden met het fysieke aspect in het toewerken naar wedstrijden, is er natuurlijk in een toernooiperiodeblok opnieuw wel wat ruimte om wat mentale zaken eigenlijk aan bod te laten komen. En een eerste iets is eigenlijk hoe dat je bijtraint op een toernooi. Hè, stel dat je een speler in het buitenland bent, of binnen een toernooiperiode waar je eigenlijk in Vlaanderen competitie speelt en eigenlijk maar beperkt traint en vooral heel veel wedstrijden hebt, hoe dat je dan toch kan gaan bijtrainen. En neem eens het voorbeeld dat een speler een wedstrijd wint, dus de wedstrijd wordt gewonnen. Wat betekent dat hij ja, de volgende dag of 2 of 3 dagen later ten laatste opnieuw zijn volgende match zal moeten gaan spelen. En hij presteert als volgt. Dus zijn forehand liep heel goed, backhand liep een pak minder en opslag, terugslag en volley, om het vrij algemeen te houden in het voorbeeld, ja, dat liep zo wat tussen de twee, dat liep wel eerder wat gemiddeld. En belangrijk hier is, stel dat je als trainer zegt van oké, maar bovenop de trainingen die ik eigenlijk voorzien had om in de toernooiperiode af te werken, wat ik sowieso aan bod had willen laten komen in een toernooiperiode, wil ik nog iets extra doen. En dan kan je eigenlijk 2 zaken gaan doen. Enerzijds kan je kiezen om te gaan remediëren, anderzijds kan je kiezen om te gaan maximaliseren. En het feit dat je eigenlijk maar 1 moment hebt om te trainen, een beperkte trainingstijd,
is het heel belangrijk om eigenlijk af te vragen van oké, in dit voorbeeld, de mindere slag, waar die eigenlijk niet goed liep, kan ik die remediëren met een heel korte interventie om die eigenlijk te verbeteren? Ja, dan nee. Is dat een meer diepgeworteld technisch probleem, dan ga je dat waarschijnlijk met één aspect niet opgelost krijgen. En dan is het eigenlijk minder zinvol om te remediëren. Want als je remedieert, wat je vaak ziet, is dat de aandacht van de speler heel sterk getrokken wordt naar juist het accent dat iets minder goed loopt in de vorige wedstrijd. Waardoor dat er eigenlijk een aandacht naar het negatieve komt en opnieuw die vermijdingsgerichte focus wellicht naar boven komt in het begin van de volgende wedstrijd. In dat geval is het veel nuttiger om in een toernooi te gaan maximaliseren en te gaan zeggen van oké, maar kijk, we hebben onze training die we voorzien hadden afgewerkt. We gaan nog een kwartiertje iets extra doen, want het gaat over wat je doet in dat kwartiertje extra. Wel, we gaan nu sterk te strijden. We gaan die forehand, die ging echt goed. Kom, we gaan er hier nog een aantal, spelen. Om eigenlijk met dat vertrouwen van die forehand de volgende match in te gaan. Toenaderingsgericht die wedstrijd in te stappen. En wat je dan vaak krijgt, is gewoon het vertrouwen. Eerst een heel grote voorspeller voor de prestatie die geleverd wordt. En doordat je iets meer vertrouwen gaat binnenstappen, gaat de wedstrijd doorgaans ook wel wat sterker zijn. En dat minder aspect van de ene match wordt eigenlijk wat overschreden en wordt meegetrokken in die positieve flow. Dus remediëren kan, maar dan moet je echt zeker zijn van oké, in heel korte tijdspannen kan ik hier een heel groot verschil maken met één eenvoudige cue. Denk je van, het is toch misschien wel iets complexer dan dat. Of het is gewoon een vertrouwensproblematiek bij de speler die daar gewoon in die slag iets minder vertrouwen heeft. Dan is het veel zinvoller om te gaan maximaliseren. Let op, de ervaring leert al dat spelers daar vaak wat weiger achter tegenover staan. Want het is een beetje onlogisch om te zeggen van oké, wat er hier niet goed gaat, dat gaan we nu juist niet trainen. En wat al goed loopt, dat gaan we juist meer gaan doen. Maar de ervaring leert eigenlijk dat spelers die dan toch een kans geven, eigenlijk heel snel het voordeel ervan inzien en er maar nadien maar eigenlijk laat of niet meer van afstappen. Een tweede iets dat je kan doen als je zegt van ja oké, maar extra trainen, dat doe ik eigenlijk bijna nooit op een toernooi, want de rust is daar ook belangrijk. Wel, dan kan je ook nog altijd iets gaan doen in de manier waarop je je training gaat gaan opbouwen. Hè? Een eerste iets dat dat sowieso mee te nemen is in een trainingssessie, zowel tijdens het toernooi als in het toernooi, is om de eerste zaken die aan bod laten komen, de meer cognitief belastende, neurologisch belastende zaken aan bod te laten komen en eerder meer het uitwisselen en rally-situaties eigenlijk meer op het einde van een training aan bod te laten komen. Maar een tweede dat iets is, is eigenlijk om een training te starten met werken aan een kwaliteit. Dus een kwaliteit eigenlijk te gaan versterken. En daar ook de training mee af te sluiten. Zodat het begin en het eind van de training, dat daar de sterktes van de speler aan bod komen. En eigenlijk in het middenste gedeelte vooral geïnvesteerd wordt in werkpunten. En waarom is dat belangrijk? Wel, dat is omdat er iets is als een primacy effect en een recency effect. En als je kijkt naar wat dat het best verwerkt wordt in de hersenen van spelers, wel, dat is vaak het eerste in een serieoefening en het laatste in een serieoefening. En dus om door op die manier je training te gaan in te vullen en te starten met een kwaliteit en te eindigen met een kwaliteit, wel, naar gevoelsmatig van de speler gaan die twee kwaliteiten, de twee sterktes, en daar gaat de speler doorgaans een goed gevoel bij hebben, vertrouwen uitdanken, wel, dat gaat meest verwerkt worden in het gevoel van de speler. Tegelijkertijd is er wel aan die werkpunten gewerkt, maar op een moment in de training dat minder impact gaat hebben op het algemene gevoel van de speler. Vandaar dat het eigenlijk nuttig is om zeker in toernooiperiodes te starten en te eindigen met iets waar de speler vrij sterk is.